De SLM-directie is vandaag na de inzegening van de Boeing 737-700 district Saramaca op een persconferentie belegd. Waarnemend directeur Judith Redmond is ingegaan op de financiële positie van het bedrijf. Volgens haar zal er nu gefocust worden op interne efficiëntie. Onze kostprijs die moet omlaag. Dus alle stappen die noodzakelijk zijn om die kostprijs omlaag te brengen, die gaan we intern goed bekijken. Ik denk dat ik voor dit moment daarmee wil volstaan. Maar het is echt zo dat we er naartoe werken om onze kostprijs omlaag te brengen. Anne Redmond is ook gevraagd waarom de kist nu pas wordt ingezegend, terwijl het sedert 16 april in Suriname is aangekomen. Zij antwoordde daarop dat het certificeringsproces zoveel tijd in beslag heeft genomen. Ook wilden wij weten of er iets schort aan de interne communicatie, omdat de bondsvoorzitter heel dringend heeft opgeroepen om samen op te trekken. Redmond zei daarop dat er een communicatiedeskundige is aangetrokken om deze uitdaging van het bedrijf te helpen trekken. Wij vroegen haar concreet of de SLM failliet is. De onderdirecteur operations van de SLM, Steven Gunish, ging in op de vraag van de certificering. Deel van het proces dat ik zei, hè, fysieke aanwezigheid van het vliegtuig. Dus als het vliegtuig, dit vliegtuig heeft gevlogen in China bij de vorige operator. En dat is logistiek ook niet eenvoudig om alle manschappen steeds over en weer te sturen naar China. Om bij het vliegtuig te zijn, om detailinformatie van het vliegtuig te gaan controleren. Dus dat betekent dat stukje ook verschoven moest worden naar het moment dat het vliegtuig hier was. Dus dat zijn allemaal factoren die we in beschouwing moeten nemen. En desondanks zeg ik, als we kijken naar 4 tot 6 maanden, waarbij je sowieso een groot deel van de tijd fysiek contact moet hebben met het vliegtuig, zowel de autoriteit als de maatschappij, dat we denk ik niet ontevreden mogen zijn. Het kan natuurlijk altijd beter en daar moeten we naar streven en ons ervoor blijven inzetten. Wij geven aan, we hebben het moeilijk. We gaan niet ontkennen dat we het moeilijk hebben. Maar we hebben vandaag ook aangegeven dat we een nieuw tijdperk ingaan. We weten dat we geen ondersteuning, financiële ondersteuning gaan krijgen van de overheid. Dus we moeten het samen doen. We moeten het zelf doen. En om het zelf te kunnen doen, zijn er wat uitdagingen. Ik heb u gezegd, een van de zaken waar we op gaan focussen de komende periode is ook die efficiëntie. Want die kostprijs moet omlaag. Dus we moeten gewoon intern wat maatregelen gaan treffen om de continuïteit om te verbeteren. SLM-waarnemend directeur Judith Redmond vandaag tijdens de persconferentie na de inzegening van de Boeing 737-700. Deze kist zal in de regio ingezet worden. Indien alles goed verloopt, kan het vliegtuig reeds dinsdag of woensdag commercieel ingezet worden. SLM beschikt nu over 3 vliegtuigen, 1 op de Mid-Atlantische route en 2 voor de regio.